De Noordpool warmt ruim 1,5 graad harder op dan de rest van de wereld. Het ijs en de sneeuw smelten sneller, waardoor de zon vrij spel krijgt op het oceaan en aardoppervlak. Met als gevolg dat er ook steeds meer insecten in het poolgebied voorkomen. Het Noors Polar Instituut meet al 34 jaar de temperatuur in Nialesund, de meest noordelijke nederzetting ter wereld. Uit hun gegevens blijkt hoe sterk de Noordpool de afgelopen jaren is opgewarmd. The statistics tells us that on this very spot where we stand, where we do have a temperature measurements, the last 30 years the temperature has increased 2.5 degree as an yearly average. So that is quite noticeable because as you might remember it's 0.8 on a global scale, so it's quite a lot more heating going on here in the Arctic, and that's due to the melting of the snow, which is getting earlier and earlier. Doordat de sneeuw eerder smelt, warmt de grond ook sneller op, want de zonnestralen weerkaatsen dan niet meer op de witte sneeuw. En door die warmte hebben ze ook in het noordelijkste dorpje ter wereld tegenwoordig last van tropische insecten als muskieten. Yeah, that's right. It's really warm today. So then they come out in large numbers. It's not so pleasant. Is it also a consequence of the warming? Well, who knows? I think so. If you ask the miners, they said that when they were here, there wasn't any flies or mosquitoes or anything. Er zijn zelfs al verhalen van rendieren die door zwermen muskieten zijn doodgestoken. En voor de sledehonden zit er tegenwoordig in de zomer maar één ding op om fit te blijven. Ja.